Nou, we zijn nu bij de stookruimte van de school. Dit zijn twee HR-ketels. Dat zien we aan de condensafvoer die er is. Zoals je ziet is alles goed ingepakt, goed geïsoleerd. Zelfs de pomp is geïsoleerd. Dit is een frequentiegeregelde pomp. Die draait dus harder of zachter naar gelang de behoefte. De kachel staat momenteel niet aan. Maakt dus geen warm water. Dus dat is goed in deze tijd van het jaar. En is weersafhankelijk gestuurd.